Hallo, je hebt een richting gekozen wat je wilt studeren. Dat is goed. Nu ga je een school kiezen. Bij sommige scholen zie je staan Huis 11 en bij andere scholen zie je staan KS Leuven. Wat is dat eigenlijk? In deze aflevering gaan we kijken naar het verschil tussen het gemeenschapsonderwijs, het katholiek onderwijs en het provinciaal onderwijs. Voordat we beginnen met naar de verschillen te kijken, zullen we eens eventjes kijken naar wat hetzelfde is. En dat zijn de eindtermen. Wat zijn dat eindtermen? Dat is eigenlijk beslist door Vlaanderen wat elke leerkracht in elke richting moet zien. Op het einde van het jaar moet de leerkracht alle eindtermen hebben gezien. Het diploma wat je op het einde van het secundair haalt, is ook hetzelfde voor elke school. Het maakt dus niet uit naar welke school je bent gegaan, je diploma is hetzelfde. Dan zullen we eventjes kijken naar de verschillen. In Vlaanderen zijn er dus drie soorten scholen. Je hebt 1. De vrije scholen. Dat zijn bijvoorbeeld de scholen van het katholiek onderwijs. 2. De scholen van de Vlaamse gemeenschap. Die zijn opgericht door Vlaanderen. En 3. De stedelijke, de gemeentelijke en de provinciale scholen. Die zijn opgericht door de steden, de gemeentes of de provincies. Dus het verschil tussen die drie is wie de school heeft gestart. Is de school gestart door katholieken, lang geleden, dan hoort de school bij het vrije onderwijs, bij de vrije school. Is de school gestart door de stad, dan hoort die bij de stedelijke en gemeenteonderwijs. Is die school gestart door Vlaanderen, dan hoort die bij het gemeenschapsonderwijs, een go-school dus. Dan zullen we nu kijken naar wat het verschil is tussen die scholen. En het verschil kan je eigenlijk zien in 2 uur van de lessen. Het gaat over de lessen van het levensbeschouwelijk vak. Vaak wordt dat vertaald door religie of godsdienst. En het gemeenschapsonderwijs, het stedelijk onderwijs en het provinciaal onderwijs kan je kiezen wat je doet in die 2 uur. Je kan niet kiezen voor een beetje extra wiskunde, maar je kan wel kiezen welke religie je volgt. Zo kan je kiezen tussen katholieke godsdienst, orthodoxe godsdienst, protestantse godsdienst, anglicaanse godsdienst, joodse en islamitische godsdienst. In die scholen kan je er ook voor kiezen om geen godsdienst te volgen. Dat vak heet dan zedeleer. In het katholiek onderwijs kan je niet kiezen wat je volgt in die 2 uren. Dat is voor iedereen hetzelfde. Iedereen volgt katholieke godsdienst. In die les moet je niet bidden en je moet ook geen katholiek zijn. Maar je leert wel bij over wat er in de Bijbel staat of wie Jezus was. We raden je dus aan om eerst een richting te kiezen. En als tweede pas een school te kiezen. We hebben gezien in deze video dat het verschil tussen gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs niet zo groot is. Het gaat maar over 2 uur. Het is daarom misschien een goed idee dat je eens de website van de scholen bezoekt. Kijk eens naar de regels. Wat mag je doen op de speelplaats? Mag je de gsm gebruiken, ja of nee? Praat eens met je vrienden. Gaan zij naar die school? Wat vinden zij van die school? Is er veel plaats voor sport? Kan je studeren na de school? Hoe helpen ze ook aan leerlingen? Al die dingen zijn heel belangrijk. Dus als je een bezoekje brengt aan de school, vraag die dingen zeker na. In Leuven zijn er geen slechte scholen. Dus eigenlijk is de school niet zo heel belangrijk. Het is vooral belangrijk dat je de juiste richting kiest.